Er zijn echt ontzettend veel huisdieren in Nederland en meestal gaat het hartstikke goed met een lief baasje. Maar wat als het nou niet goed gaat? Nou, dan kunnen ze onder andere hier terecht bij het Zwols Dierenasiel. Esther, we vonden het leuk dat we hier vanmiddag konden komen kijken. Het is binnenkort Dierendag. Het is niet alleen Dierendag voor de dieren thuis natuurlijk. Voor alle huisdieren, landbouwhuisdieren. Maar het is ook gewoon Dierendag voor de asieldieren. En we hopen eigenlijk dat elk dier wat hier zit een mooi huisje kan vinden. Hoe komen jullie nu aan de dieren? We hebben een aantal zwerfdieren zitten. We hebben een aantal afstanddieren zitten. Noodopvang, dus dat kan, bij noodopvang kan je bijvoorbeeld denken aan een baasje wat even in een bepaalde situatie zit dat hij niet voor het dier kan zorgen. Dan kan het dier naar ons toe komen. We hebben pension, dus die dieren hebben gelukkig gewoon een baasje. En vandaag gaan we ons gewoon echt richten op de asieldieren. Ja, alle dieren die hier zitten hebben eigenlijk wel een beetje een rugzakje. En dat vind ik ook het mooiste aan het asielwerk, dat elk dier is anders. Is het nou lastig om ze weer klaar te maken voor het volgende gezin? Verschilt per dier. Je moet heel erg kijken naar wat is er, waarom zit hij hier, wat is er gebeurd met dit dier. En zodra je dat weet, kan je daarop inspelen. Dus zoals je bijvoorbeeld Banje Refour neidt, daar kan je op inspelen door de nieuwe baasjes of geïnteresseerden voor te bereiden van oké, hij voernijdt, niet bij in de buurt komen als hij eet, gewoon hem zijn plekje laten hebben en niet in zijn mand komen. Dan gaan we nu naar buiten, daar hebben we drie hondjes staan. Oké. Zo. En dit is dus een van onze speelweides. We hebben aan de andere kant van het asiel hebben we nog 5 speelweides. 1 grote, 2 grote en 4 kleinere. En in zo'n grote kunnen bijvoorbeeld meerdere honden, zodat ze lekker samen kunnen spelen en toch socialiseren. En dat proberen we wel zoveel mogelijk te doen, want het is wel belangrijk, omdat je vaak ook zo'n idee hebt van asiel, er gebeurt niet zoveel met de hond, maar we proberen zoveel mogelijk te socialiseren. Dit is het buitenverblijf voor de pensionkatten. We hebben voor zowel hond als kat hebben een pensionafdeling. En aan de andere kant hebben we nog zo'n mooi verblijf en dat is speciaal voor de plaatsbare katten. Dan kunnen ze alvast een beetje wennen aan het buiten zijn. Wat is dit voor ruimte? Dit is de dierartskamer. Elke dinsdag hebben wij dierenartsendag. We hebben eigenlijk genoeg dieren die gecheckt moeten worden. Als er een nieuw zwerfdier is, dan gaan we die enten, chippen. Gewoon een check-up, zeg maar. Dit zijn de hokkaarten. En zodra ze bij de dierenarts zijn geweest en de dierenarts heeft iets gezien van oké, die heeft misschien traanoogjes, dan krijgen we bijvoorbeeld druppels, stoppen we dat bij de hokkaart in en dan straks op de verschillende afdelingen hangen we de hokkaarten weer aan het hok en weten we, dit medicijn hoort bij die kat en dan moet ik hem geven. En Esther, zit hier nu een kat in quarantaine? Nee, dit is Spidey en Spidey is vanmorgen gecastreerd, dus die zit hier om even tot rust te komen. Spidey is niet een hele leuke kat hoor, dus ik zou voorzichtig zijn. En voor sommige moeilijke katten, waarvan we zelf al zien van hé, hier kunnen we eigenlijk niet zoveel mee, dan hebben wij een hele leuke actie, Kat zoekt boer. En die zetten we dan op de website en dan kan een boerderij hierop reageren. En dat vinden wij zelf vooral ook heel erg leuk, want dan heeft iedere kat een plekje. En niet alleen de knuffelbare katten, maar ook gewoon katten die heel goed voor een boerderij zijn. Ja, wat een goede oplossing. Ja. We hoeven niet te vertellen waar we nu staan. Nee, dit is de kittenkamer. En hier hebben we eigenlijk kittens van alle leeftijden, van 8 weken tot ouder. En de kittens komen hier ook om met elkaar lekker te socialiseren. Omdat in een hokje zitten is voor een kitten ook niet heel erg leuk. En daarom zetten we ze gewoon lekker gezellig samen in de kittenkamer. Dit is Beans. Ah. Die gaat er helemaal voor zitten. Ja, die gaat echt mooi zitten. Ja. Op mijn hand. Ja, het zijn allemaal. Het is echt een heerlijke kamer. Dit, als je even lekker wil knuffelen of tot rust wil komen, kan je hier lekker knuffelen. En dat doen de vrijwilligers ook vooral. Lekker knuffelen. En het is eigenlijk niet alleen knuffelen. Het is vooral ook schoonmaken. Maar dat hebben ze er wel voor over, gelukkig. En we hebben genoeg vrijwilligers die lekker met ons komen werken. Dat is ook het belangrijkste eigenlijk wat vrijwilligers doen. Aandacht geven aan de dieren waar wij dat misschien niet kunnen doen. En tijdens de coronatijden hebben jullie toen ook gemerkt dat er meer adopties waren?
Niet zozeer meer adopties. Eigenlijk is het allemaal wel een beetje netjes gelijk gebleven. Wij zijn eigenlijk tijdens de corona hebben we zoiets gehad van we blijven wel open. Want er zijn een aantal asielen geweest die sowieso hadden van we gaan dicht. Werken jullie nu ook met hulp van buitenaf? Eigenlijk altijd. We werken altijd met vrijwilligers natuurlijk. En we werken ook met gastgezinnen. En op dit moment hebben we, ik denk, 70 katten, kittens in gastgezinnen zitten. En dat zijn vooral fleskittens. Dus we hebben een tijdje geleden een nestje van 7 gekregen. En voor zo'n nestje kunnen wij zelf gewoon echt niet zorgen, omdat het gewoon te veel werk is. En dan maken wij heel graag gebruik van gastgezinnen. Zo, wat heb je daar een lief kittentje. Dit is een heel klein kittentje zonder moeder. Ze is 220 gram. Ik weet niet waar ze vandaan komt, maar ze is net vandaag in het asiel. En wij nemen er nu mee naar huis en we gaan daar flessen met melk om er weer op te laten groeien tot een volwaardig kitten. Je hebt echt lawaai. Hoe vaak heeft u dit gedaan? Wij doen dit al 5 jaar, samen met mijn dochter. Ja, dit is echt ontzettend leuk om te doen. En gaat er veel werk in zitten in die voeding? Om de 2-3 uur. Dus ja, ook 's nachts. Dus dat gaat inderdaad wel heel veel werk in zitten. Maar het geeft gewoon heel veel voldoening in. En dat vinden we gewoon echt heel leuk om te doen. Ja. Hoe lang duurt het nu voordat een kat die hier binnenkomt, voordat die geplaatst kunnen worden? Dit verschilt heel erg. Als er een zwerfkat is gevonden en die komt bij ons binnen, dan hebben wij 2 weken de tijd om het baasje te vinden. Dus dat plaatsen we ook op de Facebook-site, op Twitter, op Amivedi worden ze aangemeld. Na de 14e dag wordt de kat officieel van ons, of het dier officieel van ons. En mogen we ook bepaalde ingrepen uitvoeren die niet meer terug te draaien zijn. Dus dat zijn ingrepen zoals sterilisatie of castratie. Nu hebben we natuurlijk hier de kittens. Hoe lang duurt dat voordat zij naar een nieuw baasje mogen? Wettelijk gezien mogen kittens pas na 7 weken naar een baasje. Wij wachten ook tot die 7 weken. Dus stel je voor, we krijgen een kitten van 2 weken binnen. Dan hopen we op gastgezinnen die hun kunnen opvoeden. Na 7 weken komen ze bij ons, krijgen ze de laatste enting, krijgen ze een chip. En zodra dat allemaal geregeld is, worden ze officieel plaatsbaar. Komen ze bij ons op de site en dan kunnen ze geadopteerd worden. Zijn er ook kosten verbonden aan zo'n adoptie? Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan adoptie. Je betaalt ons gewoon een bepaald bedrag. Ligt een beetje aan of het een kat, een volwassen kat, een kitten, een volwassen hond of een pup. Daar ligt het eigenlijk een beetje aan hoeveel die kosten zijn. En bij katten bijvoorbeeld geven wij een tegoedbon voor de sterilisatie of castratie. Om eigenlijk een beetje dat te stimuleren. Zodra jij een kat adopteert en die je graag naar buiten wil hebben, proberen wij juist te stimuleren van neutraliseer je dier, zodat er niet nog meer zwerfdieren komen of ongewenste nestjes. Nu moet dat natuurlijk allemaal bekostigd worden. Hoe gaat dat? We hebben verschillende manieren, vooral donaties. Op onze site hebben we een kopje staan waar je geld kan doneren aan ons. Heel veel dingen krijgen we ook. Zoals voer krijgen we, krabbalen, speeltjes, kattenbakken. We hebben natuurlijk de pensiongang en de pension voor de katten. En daar verdienen we ook weer wat op, maar het gaat eigenlijk allemaal gelijk weer richting de dieren. Hey Esther, bedankt voor de rondleiding en alvast een hele fijne dierendag. Dankjewel, ik vond het superleuk dat jullie er waren. En wie weet zie ik mensen terug hier door dit stukje. Bedankt. Nee, ik heb een hele fijne dierendag.